Hoi, welkom bij kokenmetkennis.nl. Vandaag ga ik abrikozenjam maken. Dit is mijn favoriete jam. Nou, waarom zou je tegenwoordig nog zelf jam maken? Je kan het hele jaar door abrikozen kopen. Maar in de zomer zijn ze echt het lekkerst. Ze zijn het goedkoopst. Je moet sowieso de seizoenen volgen met groente en fruit. En je kan het recept naar je hand zetten. Zo maak ik het met hazelnoten en een vleugje rozenwater. Ontzettend belangrijk als je gaat inmaken is schoonwerken. Schoon, schoon, schoon. Hygiëne is alles. Je wil iets lang gaan bewaren. Je wil dus geen bacteriën. Dus plank schoon, handen schoon en je potten uitkoken. Nou, die heb ik daar al op het vuur staan. Ik begin met het ontpitten van mijn abrikozen. Ik laat de schil altijd aanzitten aan die abrikozen. In de schil zit namelijk pectine. Dat is een natuurlijk bindmiddel en die geeft straks ook dikte aan de jam. Die pitten die hou ik ook apart, want die gaan straks mee in de jam. Voor een wat uitgesprokenere smaak worden vaak de pitten van de abrikozen meegekookt. En om ze nog wat meer smaak af te geven, is het goed om ze even te kraken. En je ziet, er zitten ook een beetje amandelachtige pitten zitten erin. Smaken ook een beetje naar bittere amandelen en dat geeft net een beetje een bittertje in die jam. Dat is lekker. Nou, ze kunnen er niet zo in. Je moet ze even in een uitgewassen doek, heel belangrijk, om die zeepsmaken er even goed uit te spoelen. En dan gaan ze in dat doekje, hang ik ze in de jam, zet ik ze 15 minuten op met een bodempje water. Komt er vocht los, dan kan die smaak uit die pitten in die jam trekken. Terwijl het fruit en de pitten op het vuur staan, ga ik ondertussen de hazelnoten fijn maken. En dat doe ik het liefst met behulp van een pan. Je kan overigens het recept van de jam nalezen op www.kokenmetkennis.nl. Nou, de pitten gaan uit het fruit. Dan kunnen de rest van de ingrediënten erbij. Nootjes. De suiker gaat erin. En ik gebruik geen geleisuiker, maar gewone suiker. En ik vind het lekker om die schil van de citroen er ook bij te doen. En er moet citroensap in, want dat zuur dat heb je nodig om de werking van de pectine, dat natuurlijke bindmiddel, om die werking te versterken. Nou, dan kan de jam nu terug op het vuur en dan moet hij echt een tijd koken totdat hij dik genoeg is. Nou, de jam staat nu een klein uurtje te koken en dat is ook precies de reden waarom jammakers het liefst met echte suiker werken en niet met geleisuiker. Omdat je met geleisuiker 4 minuten kookt en dan is het al klaar. Terwijl door het lange koken intensiveer je die smaken. Je ziet ook dat die jam donkerder wordt tijdens het koken. Nou, dus karamellisatie, er zijn Maillard-reacties, dat geeft allemaal smaak. Maar hoe weet ik nou of die jam dik genoeg wordt, dus dat hij ook dik is na het afkoelen, dat is door een druppeltje op een bordje te gieten en dat even in de koeling te laten staan. Kijk, als die jam na een minuutje in de koeling nog zo naar beneden loopt, dan is hij dus nog niet dik genoeg. Kijk, zo moet hij zijn. Het bord kan je scheef houden en dan moet hij echt heel langzaam naar beneden zakken, het liefst niet. Nou, de jam is goed. Het is belangrijk als je die potten gaat afvullen dat het heel heet is. Dan doe ik er tot slot nog een klein beetje rozenaroma doorheen, of rozenwater wordt het ook wel genoemd. Klein beetje, want het is sterk spul. Best overheersend. En ja, die potten zijn schoon. Ze even laten drogen op een doek. Ik giet niet rechtstreeks uit de pan in die potten, want ik wil die randen van die potten goed schoon houden. Dus ik doe het eerst in een maatbeker en dan kan ik heel gecontroleerd die jam in die pot doen. En nu zie je ook wat er gebeurt. Er komt heel veel waterdamp hier vrij. Dat ontsnapt uit het water. En als ik die pot dus nu dicht doe, dan drukt die waterdamp het laatste beetje zuurstof wat onder de deksel zit weg. Dus daarom hoef je ook een wekfles of zo'n pot met zo'n rubberen deksel niet op zijn kop te zetten. En zo maak je ontzettend lekkere abrikozenjam. Meer weten over inmaken? Lees dan mijn blog op kokenmetkennis.nl.